Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie de veelproducten zien van mei en juni. Ik heb hier het mandje. Het valt op zich nog wel mee hoor, met wat erin zit. Er zitten een paar grote items in. Het zijn niet overdreven veel producten. Maar ja, ze zijn helaas toch in dit mandje beland, omdat ik ze niet fijn vond. En ja, ik wil toch graag eventjes laten zien en bespreken waarom ik deze producten niet fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn waarom ik deze producten niet fijn vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een Teeth Whitening Carbon Bright Activate Charcoal Mint Poeder. Dat is deze. Ik laat het doosje wel even dicht zitten, want als ik hem open maak, dan gaat de poeder overal heen. Maar dit is dus zo'n poeder die je tanden witter zou maken. Je moet zeg maar een zachte, natte tandenborstel in de poeder dippen. En dan moet je 2 minuten je tanden poetsen. Met draaiende bewegingen en daarna moet je heel goed je mond naspoelen met water. En dan moet je je tanden nog een keer poetsen met een tandpasta. Nou, ik vind het zelf wel mooi als de tanden wat witter eruit zien. Dus ik dacht, ik wil dit wel eens proberen. Allereerst staat op mint, maar er zit echt totaal geen mintsmaak aan. De poeder voelt best wel vies aan in je mond, moet ik zeggen. Het is... ja, een beetje bitter vind ik het. Ik poets elektrisch, dus ik heb het met mijn elektrische tandenborstel gedaan. Ja, ik zag nauwelijks verschil. Het is echt heel licht het verschil wat ik zag. Maar ik vind het ook best wel veel werk. Want je moet eigenlijk eerst al 2 minuten je tanden poetsen met die poeder. Dan nog een keer 2 minuten met gewone tandpasta. En daar vond ik het resultaat gewoon te min voor. Daarnaast vind ik ook dat het best wel veel troep veroorzaakt. Want alles is letterlijk zwart. Je krijgt het ook niet zo heel erg makkelijk uit de wasbak. Want je hebt echt een, nou, echt een heel zwart bekkie krijg je ervan. Dus het ging ook helemaal in mijn tandenborstel zitten. En die had ik heel goed uitgespoeld. Maar elke keer als ik dan gewoon weer mijn tanden ging poetsen, kwam er nog steeds zwart... ja, dat was dan vermengd met water, dat er nog steeds zwarte dingen uit mijn tandenborstel kwamen. Dus dat, ja, ik vond het gewoon niet zo'n succes. Ik vind het veel moeite voor weinig resultaat. Dus nee, ik vind het niet echt een fantastische poeder. Leuk bedacht, maar het kwam niet echt goed tot zijn recht, vond ik zelf. Dan heb ik een Pucker Up Lip Balm Trio van Chupa Chups. En ik heb deze eens een keer bij de Action gekocht. Ik was vroeger heel erg fan van Chupa Chups. Ik vond die lollies heel erg lekker. Ik geloof dat cola mijn favoriet was. En ik zag dus dat ze nu ook lippenbalsems daarvan hadden. Dus ik ging die even testen. Ik zal ze er eerst eens even uithalen. Dat is misschien handig, hè? Volgens mij verkoopt Action ze nog steeds. Alleen nu volgens mij in een pak van 5. Er staat niet in hoeveel lippenbalsem erin zit, maar je krijgt dus 3 ja, smaken eigenlijk. Je krijgt allereerst de Lemon Zest. Dit is dus met een lemon geurtje erin. Dat is deze. Nou, het is verder gewoon een witte lippenbalsem of een transparante lippenbalsem die dus lemon geur heeft. Het geurtje is op zich best wel heel erg lekker en ik word gelijk terug meegenomen naar de lollies. Alleen het probleem met deze lippenbalsems is dat ze eigenlijk niet voldoende verzorging bieden aan mijn lippen. Weet je, ik vind lippenbalsem gebruik ik heel graag. Ik heb best wel snel last van droge lippen, maar dan moeten ze ook goed verzorgd worden. Ik vind ook niet dat ze heel erg lang blijven zitten. Je moet echt na een korte tijd alweer de lippenbalsem opnieuw aanbrengen. En als ik ze dan vergelijk met lippenbalsems die ik in mijn stash heb zitten, dan blijven die veel langer zitten dan deze. Dus nee, ik vond ze niet echt verzorgend. Ja, je zou het verwachten bij lippenbalsem, maar ik vond dat dus niet. Dus dat vond ik wel jammer. Je krijgt ook een Peach Passion. En deze heeft dan Peach Flavor. Dat is dus deze. En hij ruikt inderdaad heel erg lekker naar perzik. Het is verder gewoon dezelfde lippenbalsem. En je krijgt ook de Juicy Watermelon.
zo moeilijk met watermelon flavor. Zelfde lippenbalsem, maar dan watermeloengeur. Ze ruiken echt super lekker, maar ik vind de verzorging gewoon niet goed genoeg die ze bieden. Dus vandaar dat ik ze niet echt zou aanraden. Misschien is het ook leuker voor ja, kinderen of zo. Maar voor mijzelf is het in ieder geval geen succes, omdat ik gewoon echt een goede lipverzorging nodig heb. En dat boden deze gewoon helaas niet. Dan heb ik een Smoky Eye Kit. En dit is een setje van Miki. En hier zitten 3 oogschaduwkleurtjes in. Een applicatortje, een mascaraatje en een eyeliner pencil. Het setje ziet er op zich wel heel mooi uit. Ik vind de voorkant ook heel erg mooi. Er staat ook echt dat je met dit setje een hele makkelijke smoky eyes kunt maken. Ja, die je zou verbluffen, zeg maar. Maar hij staat ook bij. Reisvriendelijk. Dat je paletten makkelijk in je make-up tasje kunt stoppen. Nou, dat vind ik dan niet, want ik vind hem nog vrij grof. Er zit aan de binnenkant een tutorialtje in. Dan is het paletje zo opgebouwd. Nou, allereerst de mascara. Dit is het mascaraatje die erbij zit. Het is een heel klein variantje. Er zit 3,6 ml in. Het borsteltje is ook vrij klein. Het is geen plastic borsteltje, dat vond ik wel fijn. Maar hij maakt de wimpers alleen maar zwart. En als ik een smoky eye maak, vind ik het ook mooi om echt wimpers erbij te doen die gewoon echt stralen. Dus echt een mascara te gebruiken die gewoon veel volume en ook nog krul geeft. Dat deed deze mascara niet. Het is gewoon puur zwarte wimpers en dat is het op zich niet verkeerd, maar niet heel passend bij een smoky eye. Nou, het oogpotloodje vond ik een drama, want die moet je zelf slijpen. Ik zal hem even swatchen. Kijk, het is best wel een hard puntje. Het is ook een wat dikker potloodje, dus je moet hem zelf bijslijpen. Daar ben ik al niet zo'n heel groot fan van. Ik vind dit soort potloodjes ook gewoon heel erg zeer doen op de waterlijn. En dat vond ik bij deze ook. En dat vind ik niet zo fijn. Op zich is die wel mooi en intens zwart. Dus daar kun je verder niks over zeggen. Dit is het penseeltje wat erin zit. Dit is gewoon een dubbelzijdige sponsapplicator. Ben ik niet heel erg fan van. En dan zijn dit de oogschaduwkleurtjes. Nou, die zal ik ook even swatchen. En dan denk ik dat je al wel een beetje kan zien wat ik bedoel. Kijk, dit is de pigmentatie. Het enige wat je echt ziet is de zwarte. Maar de grijze valt heel erg weg. En de witte zie je niet eens. Dus nee, voor een smoky eye kitje is dit setje gewoon te zacht. Weet je, voor een overdag look zou het misschien leuk zijn. Maar ik vind het niet per definitie een goed smoky eye kitje. Want ik vind de pigmentatie van de oogschaduw gewoon echt wel heel erg slecht. En als je een smoky eye maakt, dan ja, wil je hem ook gewoon heel donker hebben, is mijn mening altijd. En ook op de tutorial lijkt het alsof je een hele mooie smoky eye kan krijgen. Maar dan kijk je naar de voorkant en dat resultaat kun je echt niet behalen met het kitje. Dus die viel ook zeker een beetje tegen. Dan heb ik 2 oil sticks van Lottie London in deze 2 kleurtjes. Een roze en een transparante. Dit zijn dus eigenlijk verzorgende producten voor de lippen. Ja, een rising lip oil. Er staat verder ook weinig informatie op. Maar het is gewoon de bedoeling dat deze gewoon je lippen een extra verzorgingsboost geven. De transparante heeft de naam van Vanille Wipe gekregen. En de roze is de Extra Cherries. Nou, op zich ziet het er wel prima uit als je het zo bekijkt. Het heeft een hele basic applicator. Er komt ook wel een klein vanillegeurtje vooraf. Maar dit is de transparante. Dus die zie je al bijna niet. Nou, dat is meestal zo met transparante lipproducten. Die zie je natuurlijk bijna niet. En dat had ik nog wel verwacht. Maar ik vond ook niet per definitie dat mijn lippen heel zacht werden van deze
van dit lipproduct. Voor een verzorgend lipproduct. Ik heb je niet goed verstaan. Kun je dat? Viel het een beetje tegen. Nou, de Oil Slick Extra Cherries zie je ook gewoon amper. Want ik had echt verwacht dat deze een roze, hij ruikt wel heel lekker naar cherries, roze gloed zou geven. Maar die zie je ook bijna niet. Die heb ik hier geswatcht. Dus ik had hier wat meer van verwacht. Ik had eigenlijk verwacht dat deze ook echt gewoon kleur zou afgeven. Dat doet hij dus niet. De geur is wel heel aangenaam. Maar het is niet zo dat ik denk van, oh, dit vind ik echt fantastisch om, ja, overdag te gebruiken. Omdat het mijn lippen niet heel erg verzorgt. Het is een kleine verzorging, maar het is niet de verzorging die je zou verwachten bij zo'n product. En dat viel helaas dus ook een beetje tegen. Dan heb ik twee producten uit de Glowing Golds collectie. En ik heb hier allereerst een bronzer. Het is de Vitamine E Baked Luminous Bronzer. En dat is deze. Je hebt deze ook in mijn favoriete video voorbij zien komen. Maar dat was een andere kleur. Want dit is namelijk de 01 Live Life Golden. Dit is dus een een variant voor de lichte tot medium skin. Nou, ik heb een lichte huid, maar ja, ik vond hem gewoon te licht. Ik vond hem niet donker genoeg. Ik vond hem echt niet heel goed zichtbaar. Ik hou ervan als je een bronzer mooi ziet. Hij ziet er zo uit. Hij is dus gebakken. Maar als ik hem ga swatchen, is dit het resultaat. En dat vind ik zelf gewoon te licht. Want ik hou wel echt gewoon van een mooie donkere bronzer. Die je gewoon mooi kunt blenden. En als ik deze ging blenden, bleef er bijna niks meer over. Het zou er misschien natuurlijker uitzien. Maar het is gewoon niet echt het soort product waar ik zelf van hou. Dus mijn, nee. Omdat hij gewoon echt te licht was, vond ik hem gewoon niet heel erg fijn. Op zich is het zelf wel een prima product. Want het blendt ook makkelijk uit. Maar het is gewoon puur de kleur die niet voor mij fantastisch was. Ook uit die collectie heb ik een body shimer gel. Die moet je goed schudden voor gebruik. Het heeft de naam 01 Golden Glow I Love You So. Het is een hele lichtgewicht body shimer gel. Die een glowing soft focus effect zou geven. Er zit wel vitamine E en shea butter in. Ja, maar weet je, je zag het bijna gewoon niet terug. Ik zal hem even openmaken. Dit is dan de opening, dus ik zal hem ook even swatchen. Kijk, en op de huid, op gewoon op mijn hand, ziet hij er nog wel oké uit. Maar op je lichaam zelf zag je hem gewoon niet terug. Kijk, ik had dit gewoon bijvoorbeeld op mijn hals gesmeerd. En dan vind ik het effect gewoon, ja, best wel matig. Ik had echt verwacht dat het een heel mooi glowy effect zou geven. Een beetje highlighterachtig. Op mijn vinger ziet hij er heel glowy uit. Maar op mijn lichaam gewoon niet. En dat vond ik wel jammer. Want ik had dus echt meer hiervan verwacht. En dat viel me wel een beetje tegen. Want ja, ik hou dan gewoon ook echt wel van een beetje glimmers. Dus dat gaf hij helaas niet. Dus ook deze die viel helaas niet echt in de smaak bij mij. Dan ben ik toe aan het laatste product. En dat is ook een lipproduct. Dit is een holografische lipgloss. Ook van het merk Miki. Ik heb deze in de kleur 379 Stardust. En hier staat ook echt op voor een iridescent en shiny effect. Nou, dit is het hulsje. Is niet heel spectaculair. Gewoon een, transparante huls waar je de lipgloss mooi doorheen ziet. Verder heeft hij witte effecten. Nou, ik zal hem even opendraaien. Dan zie je de applicator. Die is vrij smal. Ik heb wel eens bredere applicators gehad die ik net iets fijner vond. Maar ik had dus verwacht dat hier ook echt gewoon een heel roze effect uit zou komen. En dat is dus niet gebeurd. Want dit is letterlijk wat hij doet. Zie je het? Ho, ho, ho. Focus.
Kijk, dit is het resultaat. En ik had hier gewoon veel meer van verwacht. Ik had echt verwacht, nou, ik krijg er echt hele mooie holografische lippen van. Het resultaat viel me echt letterlijk heel erg tegen. Ook omdat hij meer transparant is. Met een kleine glimmer er doorheen. Dus nee, ik had hier meer van verwacht. Dus dat vond ik heel erg jammer. Dus die zou ik ook zeker niet aanraden. Het is heel erg leuk bedacht, maar de uitvoering was echt drama als je het mij vraagt. Nou, dan waren dit alle veel producten die ik dus niet fijn vond. Het viel me uiteindelijk nog wel mee. Ik dacht eigenlijk dat het bakje voller zou zijn, maar dat viel gelukkig reuze mee. Ik weet dat deze twee niet meer te koop zijn, want dit was een trendeditie. Dus misschien dat je ze nog in een uitverkoopbak zult vinden, mocht je er toch benieuwd naar zijn. Maar ze zitten niet meer in het schap van Essence, want het is alweer een editie van volgens mij een maand geleden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd of dat jij er misschien anders over denkt. Zou ik zeker leuk vinden om te horen in de comments. Ja, ik ga je voor nu ook gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje om van mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. En daar staat ook een belletje naast. En als je die aanklikt, krijg je een melding van zodra er een nieuwe video online komt. Hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, zou ik zeggen, doe even je duimpje omhoog. Zou ik zelf heel leuk vinden om te zien. En dan hoop ik je eigenlijk gewoon bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!